Na schooltijd zei mijn moeder, ja, jij mag in de videoclip van Boef. En ik ging zo, yes. Ik ging gewoon, I'm alive, I'm alive. Luister. Tuurlijk zie jij de shine, maar nooit zag jij de pijn. Zonder ouders, ik was klein, ongeveer een jaar of nine. Hij dacht dat ik echt superveel op hem leek. Ja, dat is ook zo. Mijn haar, hij dacht alleen maar aan die haar, dus ik deed mijn haar zo plat. En die heb ik hem zo. Ryan is grote fan van Boef. Zijn klasgenoten ook, en die konden dan ook niet geloven dat hij in de videoclip mocht spelen. Nee, ik geloof het echt niet. Ja, oké, als je het ziet, moet je niet eraan kijken, zei ik. Dus ze hebben het gezien. Oh, dacht ze, oh, de hele klas. Ryans vrienden zijn super trots op hem. Ik vind het cool dat hij met Boef speelt. Dat zou ik ook wel willen. Het is heel cool. Het ging gelijk naar mijn mama rennen. Kijk, Ryan speelt in de clip van Boef. Toen ging ze wel kijken. Maar goed, jaar of 10. En ik wou mijn vader zien. Ik had zoveel vragen, vriend. Inmiddels 14. Moet zorgen voor mijn eigen saaf. Maar ga je niet meer keer zien, dan moet ik over lijken gaan. In Soufiane maakt Boef een tijdreis door zijn heftige jeugd. Dat hij opgroeide zonder zijn ouders. Dat de vrouw die voor hem moest zorgen dat niet kon. Dat hij criminele dingen ging doen. En dat hij in de gevangenis belandde. Ik werd 16, belanden in detentie. Overval je geen gestrekt vriend. Werd verdacht van 16. Eigenlijk wel zielig. Want hij had geen ouders, hij moest voor zichzelf zorgen. Weer ik moet het maken is wat ik zei in mijn kamer. Kwam ik door je deur, was het niet om te beramen. Ik moest eigenlijk heel veel dingen doen. Zoals aan mijn ouders trekken. Niet in mijn echte ouders, mijn nepouders. Ik hoef me niet te schamen voor de dingen die ik deed. Want dan heb je lege maag en is het honger dan dat spreekt. Maar ik zei, maar hoe moet je dat doen? Nou, dan moet ik even thuis gaan oefenen. En nou eigenlijk om mijn ouders te roepen. Zeker zo, waarom heb ik geen mama en waarom heb ik geen papa, waarom heb ik geen eten? Zo, steeds. Dat hoor je ook in de clip zo van, waar is mama, waar is papa, waarom heb ik niets te eten? Waar is mama, waar is papa, waarom ben ik in mijn eentje? Waarom is hij rijk en waarom heb ik niks te eten? Ryan heeft tijdens het opnemen van de clip Boef niet ontmoet, maar kreeg wel een filmpje van hem. Ah, Ryan, speciaal voor jou. Het is gewoon Boef, man. Ik heb gehoord dat jij morgen mij gaat spelen. Heel veel succes. Ik weet zeker dat je een hele, hele, hele goede clip ervan gaat maken. Ik kijk er naar uit. Ja, ik wil hem ook echt in het echte leven zien. Niet zo via video's en zo. Ik zou tegen Boef zeggen dan, mag ik je handtekening? Echt superveel. Zou hij eigenlijk zeggen, tuurlijk, want jij hebt in mijn videoclip gespeeld, dus. Behalve een handtekening en Boef ontmoeten wil Ryan ook graag zelf rappen en daarmee beroemd worden. Dat laatste lijkt nu al te lukken. Nu ben ik de beroemdste van de verheelde familie. Eerst was ik helemaal niet beroemd. Want mijn neef speelde in een film. Werd hij de beroemdste, maar nee, ik werd de beroemder.